Alors, comment est-ce qu'on dit qu'on aime un certain fruit? On peut par exemple dire, ik hou van appels. Ja? Ik hou van appels. J'aime les pommes. Très important, le petit van. Ja? Le verbe aimer, c'est houden van. Houden, c'est tenir de, littéralement. Hein? Tenir de, houden van. Dus, ik hou van appels. Ik hou van bananen, ja. Ik hou van bananen, ja. Ik hou van limoen, ja. Ik hou van limoen. Maar, comment est-ce qu'on dit qu'on n'aime pas quelque chose? Alors là, il faut faire un peu attention. Ik hou niet van aardbei. Ik hou niet van aardbei. Le niet se positionne directement après le verbe. Et le verbe is houden. Hein? Et le van, c'est la préposition. Donc, on le met devant la préposition et derrière le verbe. Ja? Dus, ik hou niet van aardbei. Ik hou niet van banaan. Of, ik hou niet van bananen. Ja? Ik hou niet van appels. Ja? Hou jij van peer? Hou jij van peer? Ik hou van peer. Ik hou van peer. Of, maar ik hou niet van peer. Ja, ik hou niet van peer. Hou jij van blauwe bessen? Hou jij van blauwe bessen? Ja, ik hou van blauwe bessen. Ik hou van blauwe bessen. Of nee, ik hou niet van blauwe bessen. Ja? Hou jij van meloen? Hou jij van meloen? Hou jij van meloen? Ja, ik hou van meloen. Ik hou van meloen. Of nee, ik hou niet van meloen. Ja? Oké, nou, super, heel goed gedaan. En tot de volgende les. Doei doei!